Bewoners van het Matawai-gebied die gebruik maken van de kleine Saramakka-brug zijn geïsoleerd. Dit zegt districtscommissaris Walter Bonjasky. De brug die toegang verschaft tot een groot deel van het Matawai-gebied bevindt zich in zeer slechte staat. De situatie is zo erg dat er sprake is van een onveilige situatie. Ondernemer Gilano Sanvliet vertelt dat enkele zakenmannen bereid zijn de brug zelf aan te pakken. Dus daarom we zoeken jepi, bijvoorbeeld naar de ondernemers aan de buurt, ze kan leveren de bijdrage ook toe. Maar je ziet dat je vindt weinig, vandaar dat we het initiatief voor start naar een project. Dus je kijkt hoe je kan charen door een moro varen. Want als we niet doen, dan kan we het ook maar het is niet zo. Ja, dus voor doen, we starten en we kijken hoe we kan vinden moro. Sanka yep unu bay fu kan do aroko wan a udu fu meka broki na nga udu we up udu jagba yo sau up fan udu moro na manskap we up masa edenki masa kan yep langa wa anu kong fu kan do aroko disi. De ondernemer zegt dat de bouw van een nieuwe brug deze week moet aanvangen. Mojanski geeft aan dat er eerder versteviging was geplaatst bij de brug om die begaanbaar te houden. Dit is echter weggespoeld vanwege de hoge waterstanden. De bedoeling is dat er een nieuwe brug komt, zodat de gevaarlijke situatie tot het verleden gaat behoren. Ja, ook dank aan de ondernemers voor het begin van dus voorlopig is de fase voor Abrokidis. De mouwtrooi al laat ritbaka. Maar we gaan met een houten brug schrijven dat we een aftrooi laat rit net op morgen. Dus bakate, even lukken we nu. Voor de ondernemer liever de bijdrage als ik bij taki. Voor of een gezag houdt. En dan we samen naar de wege autoriteiten wat we bezig naar de wege autoriteiten wat we aan de ba. En voor die technische assistentie van Ukaboa Broki. Bonjasky zegt dat vele leerkrachten het gebied niet kunnen bereiken vanwege de slechte staat van de brug. Hierdoor ligt het onderwijsproces stil. Ook de productiebedrijvigheid in het gebied ligt stil. Er is sinds eind februari een opstapeling van problemen, zegt Bonjasky.